Ik hoor ook wel eens dingen dat ik denk van oh, als ik dit niet deel, kom ik vanavond de boulevard. Dan ben ik, uh, sta ik bij Shownieuws. Dan weet ik 100% dat dat heel groot overal wordt uitgelicht. Alleen, dan weet ik ook dat ik binnenkort misschien een uh, pistool tegen mijn hart staan krijg. Leuk dat je kijkt of luistert naar alweer een nieuwe aflevering van Fucked Up Social Life. Mijn naam is Janice Blok en ik ben de host van deze podcast. Achter de paneeltafel hebben we mijn lieftallige collega Ramon. En naast mij zit alweer een nieuwe gast. Het is de roddelkoning van dit moment. Ik heb een beetje een haat-liefde-relatie met hem. Hij kan je maken of breken. Hij kan je het leven zuur maken. Dat heeft hij af en toe ook een beetje bij mij gedaan. Dus eigenlijk vind ik het een enorme klootzak. Maar tegelijkertijd is hij ook wel heel erg lief. Ik ga jullie aan hem voorstellen. Naast mij zit Sorry not fucking sorry. Social fuck up social life, fuck up social life, fuck up social life, it is Janice met de fucked up social life show, fuck up social life. Leuk hè? Ja. Je komt er dan gelijk in, in ja, de stemming. Ja. We zijn on air, heb je hem gezien? We zijn er. De lamp is rood, gezellig. Oh, far you not sorry, Jennis Blok. Welkom, leuk Dank, dat je er bent. Dankjewel dat ik nog komen, schat. Ja, nee, ja, jij stuurde mij een DM. Ja, klopt. Ja, op Instagram. Ja, of ik, ik heb mezelf wilde... niet uitgenodigd. Was mensen ja, gelijk gaan denken. Wel, hij zegt: Ik moet in jouw podcast. Nee. nee, jij stuurde mij een DM. Of ik bij ja. jou wilde komen. Toen dacht ik: Ja, leuk, maar dan moet je ook wel bij mij. Kom ik zeker bij jou? Ja, ja. ja. Nou, uh, wat de titel Factor Social Life uh, betreft. Jij bent wel een van de factoren. wat er fucked up is. aan social media. Ja, eigenlijk haat je mij. Net voordat jij binnenkwam, zeiden mijn collega's. Hé? Ik zeg, ja, hij is eigenlijk mijn vijand. Ja, eigenlijk wel. Ja, nee, dat klinkt zo negatief vijand. Ja, ja. ja dus, eh, eh, soms dacht ik dat. Maar ja. Ik, we gaan het even uitleggen. We gaan het even uitleggen. Want voor de mensen die. Niet weten wat jij doet. Mm -hmm. Moeten we het misschien even vertellen? Ja. Ik omschrijf jou als toch wel de roddelkoning. Um, je begon, ik vond jou als eerst. Ik was ook de eerste. Jij was, echt de, oh, je was ook echt Ik was ook echt ja. de eerste. Dus ik noem jou toch wel echt de roddelkoning van 2020? Uh, ja. Ja. Ja, ja. Toen begon, toen begon het. Ja. Toen dacht ik, what fuck is dit. Wie is dit? Wat moet je dan? Maar. Je bent gegroeid, je bent groot geworden. Nu zijn er inmiddels al veel meer. Ja. Uh, ik, in het begin ben ik je ook gaan volgen. En daarna heb ik je ook weer ontvolgd. <laughs> ja, dat klopt inderdaad. Ik was ja. je ook weer zat. Ja. Totdat nee. het over jou ging. Totdat het leuk. over mij ja. ging. Hey, dat snap ik. Ja, want vertel, wat, wat, wat doe jij precies? Ja, ik ben tweeënhalf jaar of drie jaar geleden begonnen op Instagram. Met um, gewoon roddels plaatsen. Eigenlijk wat een beetje Edge Boulevard en Shonus doet. Ja. En ook recaps maken over realityprogramma's. programmas ja. En zo is dat eigenlijk heel snel gegroeid. En um, werd eigenlijk die titel ook aan mij gegeven, koning. Volgens mij was het op de radio bij 538. Dat ze, dat, um, dat ze mij die titel gaven. En ja, het ging eigenlijk heel snel. En uh, ik weet nog wel dat vorig jaar, januari. Ik dat filmpje van The Voice had uitgelekt. Van Alibay en Welen, die ruzie. Ik weet niet of je dat. Um... Ja, heb ik gezien. Ja, nou, dat kwam dus door mij. En vanaf dat moment ging het in één. Uh, Klap, Gingen door. Ja. Dat was heel heftig. Want hoe uh, was je hierbij gekomen om dit te gaan doen? Nou, ik moet zeggen, ik was vanaf mijn 13 en 14 was ik al echt obsessief met Hollywood-sterren. Dus ja, heel treurig eigenlijk. Maar ik zat dus op die Amerikaanse websites te kijken. wat een Paris Hilton deed, Lindsay Lohan, Kim Kardashian, Britney Spears. Ik vond het zo reet interessant. Ja. Al die schandaaltjes en al die dingetjes die ze deden. Er kwamen ze weer dronken uit de nachtclub of hadden ze ruzie gemaakt. Ik vond het zo boeiend en zo fascinerend. En in Amerika had je toen Peres Hilton. Ik weet niet of je hem kent. Dat is een Amerikaanse blogger. Nee. En de, die was... Ik verstond Peres Hilton. Maar dat ja, is hij, is, een... hij noemt zichzelf Perez Hilton. Oh, nooit van Een woord. Amerikaanse blogger. En die was ook heel gemeen. En die deed ook roddels op zijn pagina. Oké. Okay. En um, dat vond ik ook zo boeiend. En toen op een gegeven moment, een paar jaar geleden, dacht ik: ja, ik wil dat ook doen. Op mijn manier en op mijn kanaal. Ja. En toen ben ik eigenlijk over iedereen wat gaan schrijven en gaan doen. En is dat heel snel gegaan. En okay. onder andere ook over jou. Ja. <laughs> ja. Toevallig had ik gisteravond. Um, een interview bij mij thuis uh, door uh, BNF Vara. En dat ging dus over dat ik hè, zoveel aanwezig was op de ronde pagina's. Dat is nu gelukkig alweer wat minder. Nou nee, ja, gelukkig. Uh, het, is, uh, ja. het is over inmiddels. Mm. En, uh, nou, over, over. Het kan altijd weer komen. Het hè? kan komen. <laughs> ja, je werd bekend, schat. Dus ja, op een gegeven het moment. Het kan komen. Nu is het rusten. Ja, nu is het, nu is het Ik heb er nu geen last van. Snappen. Als het als op dit niveau blijft, vind ik het allemaal prima. Um, maar ik had dus een interview bij mij thuis. En um, ze ging mij dus vragen stellen over hoe ik dat heb ervaren. En, uh, en uh, hoe ik daarmee om ben gegaan. Maar ook stelden ze mij vragen: als in uh, wat denk jij nou dat de beweegredenen zijn van zulke platforms? Waarom doen jullie dit? En eigenlijk kon ik daar uh, niet echt antwoord op geven. Ik denk dat elk platform een andere reden heeft. Absoluut. Um, want hoe kijk je? Ja, waarom, waarom doe jij dit? Waarom doe ik dit? Ja. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja. Ja. Nou, wat ik al zei, ik, vond het, ik was sowieso echt geobsedeerd door bekende mensen en wat ze deden en de schandaaltjes en noem het maar op. En um, ik vind het toch altijd interessant. Ik denk dat ieder mens vindt het wel interessant om te roddelen over of, of, wat heeft Pietje gedaan of Jantje gedaan of die is vreemd gegaan. We vinden het toch altijd boeiend. Uh -huh. Als jij iets leest over een ander, ga je denken, oh weet je, dat wist ik allemaal niet. Of dat triggert je op de een of andere manier. En mij triggert dat gewoon bij bekende sterren, wat ze doen en wat ze niet doen en met wie ze vreemd gaan of whatever dan ook. En ik moet wel heel eerlijk zeggen, toen ik begon was ik wel echt, had ik no filter en ik was knijterhard en ik was natuurlijk ook een stuk jonger. Dus ik deed maar wat en ik zei me wat, maar ik had ook op dat moment gewoon nog een heel klein platform. Dus ik merkte ook niet echt wat ik deed of wat ik aanrichtte, totdat ik wat groter werd en dat mensen tegen mij zeiden van oké, okay, weet je, bepaalde, manier, bepaalde dingen kan je niet zeggen. Zoals wat? Kun je een voorbeeld noemen? Nou, dat heeft bijvoorbeeld met jou te maken. Ik kreeg bijvoorbeeld heel veel foto's via jou doorgestuurd. Dat je kleding aan het passen was. Of ik weet niet, je was iets aan het doen en daarop was een klein buikje te zien. En ik had toen gezegd: nou, misschien is Janice Blok wel zwanger. Ja. En vriendinnen van mij zeiden van ja, maar dat kan je helemaal niet zeggen. Dat is heel pijnlijk voor een vrouw, want je weet niet of dat echt zo is... of dat het misschien... je weet niet of ze misschien heel veel struggles daarmee heeft. Of, weet je, en op, de, op die manier ging ik wel even nadenken van... oké, okay, bepaalde dingen moet je, kan je niet zomaar roepen en schreeuwen. Ja. Dus daar heb ik wel echt van geleerd. Ja, oké, okay, dat is inderdaad wel een goed voorbeeld. Nou ja. vond ik dat nog best wel zacht uitgedrukt. Um... <laughs> nu komt het. Nu komt het. Nee, ja, ik, ik vind het wel, ik vind het wel uh, tof dat je er in ieder geval bij stilstaat. Ja. Want ik vroeg me dat inderdaad wel af... Beseffen jullie wel wat je voor sommige mensen kijkt? Nou, is het bij mij zo dat ik nog best wel stevig in mijn schoenen sta. Ik heb een sterke achterban. Ik heb een familie en vrienden waar ik terecht kan. Maar stel nou dat jij een beetje labiel bent of je hebt no. je leven niet helemaal op drit. En je hebt geen opvangnet. En je wordt zo onder de loep genomen. En eigenlijk losgebrand en onder, onder vuur genomen. En elke dag word je eigenlijk naar beneden gehaald. Mm -hmm. Besef je dan ook dat dat bij sommige mensen echt een kwalijke zaak kan zijn? Of je eigenlijk, zeg zomaar wat, hè? veel mensen in de showbiz drinken alcohol of gebruiken drugs. En doordat ze zo negatief benadeeld worden in de media, kan je ze alleen maar nog verder daarin pushen. Ja, absoluut. En eigenlijk leidt het wel, en dan, zeg ik het, dan spreek ik nu over in het algemeen en niet per se over jou. Maar het lijkt wel dat hoe verder iemand in de afgrond gaat, zeg maar, hoe, hoe erger, hoe meer jullie ervan smullen en denken: Yes, ik heb weer iets nieuws te pakken. En dan ga je eigenlijk nog verder eroverheen en nog door en nog ja. meer door. Ja, ik snap heel goed wat je bedoelt. En uh, maar wat je net ook aangaf, elk platform is anders daarin. Uh, op een gegeven moment weet ik nog wel dat ik echt jankende mensen aan de telefoon heb gehad. Dat ze zeiden: Van ja, ik vind het echt niet tof. Ik ben daar heel gevoelig voor. Dus als ik wat plaats over jou... en je zo naar me toe komen van... oké, okay, Far, ik vind het heel beschadigend. Ik vind het echt niet oké. Okay, dan ben ik iemand die er met je gaat communiceren... en dat er ook gewoon afhaalt. Zo ben ik wel. Het is niet dat ik alles doe om mijn eigen bereik maar te vergroten... en denk van, oh, hier ga ik beter van worden. Want ik heb ook wel eens gehad dat een Sarah van Soelen... of een weet ik veel wie mij een appje stuurt... of een DM stuurt van, joh, zou je het er alsjeblieft af willen halen? Want dit is gewoon echt niet oké. Okay. En dan doe ik dat ook gewoon. Ehm um, ja, ik ben misschien daar iets te gevoelig voor. Eigenlijk moet je echt knijterhard zijn. om echt de top te kunnen bereiken. En denken: oké, okay, um, we moeten over lijken gaan. Want dat gaan we tegenwoordig eigenlijk. als ik naar mijn concurrentie kijk. Ja, want waarom um, zou je de top willen bereiken. met. Uh... Nee, als je de grootste wil worden in hetgene wat je doet. Kijk, ik was eerst de enige die dit deed. Daarna kwamen andere mensen bij. En ik heb bijvoorbeeld een jaar geleden. echt bewust uh, besloten: oké, okay, ik ga het anders aanpakken. Ik hoef het niet meer knijterhard te doen. Ik kan wel mijn mening blijven geven. Maar het is niet hoe je het zegt, maar het is ook wat je zegt. Um, of niet uh, wat je zegt, maar hoe je het zegt natuurlijk. En um, ik vind daarbij wel heel belangrijk dat je ook rekening houdt met de mensen waar je over roddelt. Dus ik heb met iedereen contact over uh, de roddels die uh, plaats. En heel veel mensen kunnen het gewoon hebben, die kunnen het incasseren, die denken, joh, hoort erbij. En heel veel mensen denken ook van ja, dit vind ik niet oké, okay, dit vind ik niet tof. Dus daarom zeg ik, misschien ben ik veel te soft voor hetgeen wat ik heb gekozen. Want eigenlijk, als je echt de beste wil zijn en het meest spraakmakende, dan moet je gewoon echt over lijken gaan. Maar dat kan ik niet. Ik kan dan niet met mezelf leven als ik weet dat ik iemand echt een kutdag heb bezorgd. Komt dat niet ook een beetje doordat je nu groter en bekender bent geworden, dat je ook een beetje in de showbiz bent gekomen. En dus daardoor ook persoonlijke contacten hebt gehad met de mensen waar je de rol zo over ja. verspreidt. Dus ook een soort van ja, vrienden bent geworden met sommige mensen. Uh, en daardoor ook dus niet meer dingen over hun kan plaatsen? Ja, of ik, uh, ja, nou, ik moet wel zeggen, ik waak wel voor het feit dat ik vrienden word met mensen, want dat wil ik niet. Ik wil wel nog een bepaalde afstand houden. Het is niet zo dat ik met jou denk van, goh, ik ga even een lekker wijntje met je drinken, hoe nee, gezellig ik het ook zou vinden. vrienden bedoel ik inderdaad niet, maar ik denk wel dat als je iemand, hè, ik zeg zomaar wat, tegenkomt op een première en je wil daar een gezellig praatje mee maken, ja. dan heb je wel die persoonlijk contact gehad. Ja. En dan denk ik dat het lastige is om over die drempel heen te stappen en die week daar op uh, een roddel over diegene online te plaatsen, want dan denkt diegene, godverdomme, ik heb op die borden hartstikke gezellig met jou lopen ja. zijn nou, en ineens zeg je dit en dat over mij. Ja, dat was in het begin voor mij best lastig. Want ik stond ook heel vaak op premières of aan de rode lopen mensen te interviewen. En dan moet je inderdaad heel gek de volgende dag, als er wat online komt, moet je dat wel gewoon plaatsen. En heel veel mensen kunnen dat wel gewoon hebben. Maar ik zeg ook tegen iedereen, joh, dit is mijn vak en hier verdien ik gewoon mijn geld mee. Ja. En dit is gewoon wat ik moet doen. Klaar. En als je het niet leuk vindt of als je het echt heel erg vindt of beschadigend vindt voor je imago, voor je werk, of voor je gezin, whatever dan ook. Stuur mij een DM en dan lossen we het gewoon op. Ja. Maar het is ook niet dat ik heel ver ga, vind ik persoonlijk in dingen. Nee, ja, maar Andere... daar ben je in bijgeschroefd. Absoluut. Dat, dat heb ik ook meegekregen ja. online. Soms zie ik ook dat jij uh, informatie. dan zeg je het ook van jongens. Ik heb inderdaad hier informatie over ontvangen. maar ik kan dat niet delen, want dat gaat net over mijn grens. Of, ja, dat, dat zeg Absoluut. je dan ook open en ja. eerlijk. Um, ik dus... heb wel eens inderdaad drugsvideo's ontvangen van mensen. of ik kreeg laatst heel veel DM's van. Joh, uh, er was een, een kind van een stel, van een bekend stel. En die zeiden: van joh, moet je niet vragen wat er met aan het kind aan de hand is. Want het kind doet dit en dat. Toen dacht ik: ja, jongens, waar hebben we het over? Het gaat van een kind van een paar, een paar jaar oud. Ja. Dat, dat, dat vind ik zo ver gaan. En dan denk ik: ja, daarin alle grenzen zijn nu weg. Maar waar trek jij die grens? Wat is voor jou grensoverschrijdend? Wanneer denk jij: dit deel ik wel of dit deel ik niet? Nou, ik deel sowieso geen seksfilmpjes. Ik weet nog heel goed dat er een seksteen was uitgelegd van iemand. En dat ik dacht: van, oké, okay, ga ik hierop in? Ga ik hier wat over zeggen? Of hou ik mijn mond dicht? En toen dacht ik, ik kan net beter mijn mond dicht houden. Want als ik mijn mond dicht hou, dan zullen weinig mensen hierover weten en over spreken. En dan zal het heel snel wegvaren. Want stel je voor, er zou zo'n filmpje van mij uitlekken. Ja, ik zou helemaal gek worden. Ja. Dus ik, ik heb wel een bepaald empathisch vermogen, dat dan nog wel. Dat ik denk van, oké, okay, hoe zou ik me voelen? Of hoe zou een ander zich voelen in zo'n situatie? Seksfilmpjes, drugsfilmpjes, zwangerschappen doe ik dus niet meer. Niet meer? Nee, bijvoorbeeld met jou. Dat, dat, oh, wat ik dat net bedoel je. Ja. Gelukkig was ik niet zwanger. Nee, gelukkig niet. Maar uh, toen had ik echt geleerd. Oké, okay, dat kan je niet zomaar over vrouwen zeggen. Okay. Dus ik heb dat wel echt moeten leren. Door, omdat ik natuurlijk ook even voor mij domein heb. Ja. Die zeiden van ja, bepaalde dingen kan je gewoon echt niet maken om te zeggen. Ja, ik snap het wel, maar dan vind ik dat het voorbeeld van zwangerschap nog best wel soft. Want ja, ja je, kan tegen, je kan online delen van, oh, ze heeft een buikje. Maar ja, ik ben niet zwanger. Ja. Dus iedereen begreep dat ik gewoon net iets te veel snoepjes had gegeten. Hè? Maar ook gewoon alle andere roddels rondom break-ups en zo, dat zie ik dan toch wel een beetje hetzelfde als iemands onzekerheden. Of het nou gaat over een buikje of over een onderkin of dat uh, ik veel. Vorige week had ik uh, Nienke Plas bij haar werd, er altijd gezegd dat ze een paardenbek heeft of zo. Dat zie ik ook als iemand met een onderbuikje. Misschien heeft ze te veel gegeten of misschien is ze zwanger. Ja, maar dat is wel gewoon echt pesten, toch? Als je over iemand Ik zie zeggen, sowieso. Een jullie pagina's een klein beetje als. Jullie pagina's kan je niet zeggen, schat. Iedereen, iedereen is wel apart. Maar hoe vind ik. zie jij ook de andere pagina's dan? Um, ik moet zeggen, er zijn een paar die ik volg. Ja. En dat is Marvel Juice en Juice Channel. De rest volg ik niet. Waarom niet? Uh, eentje heeft me geblokkeerd, dus die ga ik ook niet volgen. Oh, wat is de reden daarvan, denk je? Um, dat gaat over Yvonne. Oké. Okay. Um, die mm, live of Yvonne. Ja, precies. Ja. Mm -hmm. um, nou, ik had niks tegen haar. Ik heb haar ook twee keer ontmoet, was hartstikke aardig. Maar zij, um, zij wil, denk ik, echt zelf de, uh, als enige daar staan. Ja, prima. Als dus ik... je denkt dat ze je geblokkeerd heeft, omdat je dan geen informatie meer bij haar vandaan kan halen? Of? Nee, ik haalde nooit informatie van haar vandaan. Ik deed wel gewoon altijd mijn eigen ding. Maar ze stuurde me ook echt een spraak mee. Maar van jij bent mijn grootste concurrent. oh Dus dan okay. dacht ik, oké, okay, nou best een compliment eigenlijk om dat ja. uh, zo te horen. Maar joh, prima, ik heb niks tegen haar. Ik, ik heb wel heel veel respect voor het feit wat ze doet, want ze doet het ook echt heel goed. Het is niet mijn manier. Want ik vind wel dat ze in bepaalde dingen wel ver kan gaan. Dat Ik denk oké, okay, dit is wel echt een beetje op het pesten. Wat je doet. Um, maar joh, het werkt wel voor haar. ze verdient fucking veel geld ermee. Goed voor haar, maar ik zou iets heel, heel iets anders willen. Ik, voel, ik ben nu bezig met roddels, maar ik zou mezelf ook willen. Um, een goede prestaat willen worden. Ja. En heel veel andere programma's willen doen. Um, programma's ook met diepgang. En als je alleen bij het roddelen blijft en je bent alleen met mensen kapot aan het maken. Ja, dan ga je niet heel, althans, ga je niet heel ver kunnen komen met andere dingen het ook nog doen erbij. Ja, want en wat denk jij dan de, dat de beweegreden is van de andere platforms? Um, is dat gewoon omdat ze er inderdaad een verdienmodel in zien? Of, want je zegt nu, Live of Yvonne verdient heel veel geld. Ja. ik zie het verdienmodel hier niet van in. Uh, waar verdient ze geld op? Want ze doet geen campagnes rondom haar. Uh... Nee, maar ze doet wel heel slim, ze okay. heeft een betaalmuurtje. En, wat uh, betekent dat? Ja, ze heeft zeg maar een soort petje af. Dat is een site waar je heen moet gaan en dan betaal je 10 euro per maand. En dan krijg je dus inside scoops, die ze dus niet deelt op haar Instagram, maar die deelt ze dus exclusief op die pagina. Ja, die vrouw heeft iets van 3000, 4000 leden. En moet je nagaan: 3000, 4000 leden die uh, per maand 10 euro betalen, dan okay. hark je wel wat geld binnen. Oh, yeah. Dus dat doet ze heel slim. Dus daar heb ik heel veel respect voor. Uh, maar bijvoorbeeld een juice channel. Ja, kijk, ik werk bijvoorbeeld bij een organisatie zoals u mag. Dus ik kan ook niet zomaar alles gaan schreeuwen en roepen. En het zou, je, je moet ook bij jezelf denken: wil je alles maar schreeuwen en roepen? Ik kan alles wel zeggen, maar wil je dat ook? Weet ik veel. Je weet, we doen alsof BN'ers geen gevoel hebben. En als het een of andere aliens zijn. Dat we maar alles. Weet je, dat we alles over hen kunnen zeggen. Maar ja, ik moet ook zeggen: het geeft je ook echt wel mentale issues af en toe. Ja. Want het is echt niet gezond voor je om de hele dag door je telefoon te zitten. En met anderen bezig te zijn. En dan wat voor mentale issues heb je het dan? Nou, bijvoorbeeld slaapgebrek. Slaap, uh, mijn nachtrust is uh, helemaal, uh, helemaal kut. Omdat je te veel ermee bezig bent? Of omdat het je toch in je hoofd gaat zitten... wat je met de mensen eventueel zou kunnen doen? Nou, dat niet. Omdat ik wel weet hoe ik dingen plaats en hoe ik dingen doe. Alleen, uh, ik denk gewoon dat je 24-7 op je telefoon zit... dat dat gewoon mentaal gewoon echt niet goed is. Ik bedoel, we hadden um, twee weken geleden... Dat hele, dat hele relletje rondom de voice... Nou, ik was die week helemaal kapot op werk. Ik kon niet eens meer functioneren. Ik kon niet eens meer dingen opschrijven... omdat ik zo overspannen was in mijn hoofd... dat ik niet eens meer normaal kon nadenken. En dat komt het dan omdat je gewoon de hele dag door... ook research moet blijven doen... en op de hoogte moet blijven van alles? Nee, nou, je moet 24-7 aanstaan. Ik zeg altijd, bijvoorbeeld een boulevard... heeft een redactieteam van 30 à 40 man. Ik doe het allemaal in mijn eentje. Dus je moet 24-7 aanstaan... en je moet ook goed opletten met wat je zegt... want je wilt ook niet voor lul staan... dat je iets, uh, dat je iets zegt wat niet klopt. Ja, maar dat gebeurt wel heel veel bij andere pagina's. Sommige pagina's ja. verspreiden heel veel roddels die uiteindelijk gewoon ook helemaal niet kloppen. Dus dat ze er echt gewoon compleet naast zitten. Ik ben wel van mening dat als je inderdaad een, een nieuwsje deelt... Dat, dat dat je eerst moet nagaan of dat inderdaad We überhaupt wel door. klopt. Maar er zijn er ook heel veel die daar gewoon dikke aan hebben. Maar alles over de schutting heen gooien. Ja. En dat wordt een heel verhaal en dat krijgt zijn eigen benen. En dat dat wordt een helemaal een ding. Wat gewoon helemaal niet waar is. Zoals ja, uit de ervaring. <laughs> gewoon maar echt. Ja, nee, dat snap ik inderdaad. Nee, daarom vind ik het wel heel belangrijk. Ik check ook altijd alles bij mensen. Dus ik heb jou ook wel eens een DM gestuurd van... joh, klopt ja, dit? Ja, meerdere keren, ja. Je reageert dan niet, maar... Nee. <laughs> <laughs> nee maar, ja, precies. Maar dan vraag ik het wel bijvoorbeeld eerst aan mensen. Laatst ook had bijvoorbeeld Femke Louise... een blauw oog in haar reality-serie... En toen kreeg ik ook dat er heel veel DM's erover. Een blauw al... oog? Ja. ze heeft een Oh, realitische... gewoon echt in haar gezicht? Ja, echt oh. een blauw oog in haar gezicht. En toen stuurde ik die foto door. En toen zei ik tegen haar, joh Fem, wat is er aan de hand? Zou je een reactie op willen geven? Toen uh, wilde ze daar dus geen reactie op geven. Maar dan plaats ik dat bijvoorbeeld dan ook niet. Dan denk ik, joh, weet je, misschien ligt dat dan iets gevoelig of is er iets gebeurd? En wat zegt ze dan? Nee, of negeert ze je net als ik? Nee, ze negeert me ook net als jij. <laughs> dat gebeurt ook heel vaak. Ja, maar, maar uh... wat, doe je, dat doe je, wat doe je dan? Maar nee, dan plaats ge... ik het niet. Okay. Of, soms als het echt boeiend is, dan denk ik: Oké, okay, dan kan ik het wel plaatsen. En als iemand er alsnog op reageert: Van joh, wil je het eraf halen, haal ik het er gewoon af. Maar hoe ik, hoe ik kom vond je dit... anders aan je informatie dan? Nou, ik krijg zoveel DM's op een dag. Dat is niet te doen. Maar ook gewoon vrienden, die van kennissen, die van familieleden, die dicht bij mensen staan. Het is ongelooflijk als, als je weet hoe vies dat spelletje eigenlijk is. Dat je gewoon familieleden van een bekend persoon. Alles die doorspeelt nou ja, dat is echt bizar. En waarom doen ze dat? Ja, vind ik een hele goede vraag. Want ze krijgen er niks voor. Het is niet dat ze een podium krijgen. Het is niet dat ze geld ervoor krijgen. Dat is bij mij in ieder geval niet. Ik, ik snap ook niet waarom je dat zou doen. Als ik een, een roddel zou horen over iemand waar ik mee om zou gaan. Ik zou niet dit werk uitoefenen. Dan zou ik denk, niet, echt niet denken: van goh, dat ga ik nou een keer naar een juice kanaal sturen. Daar heb je zelf toch niks aan? Nee, maar ik begrijp het ook niet. In nee. eerste instantie dacht ik, omdat ik het zo gek vind. Um, dat mensen daarvoor betaald krijgen. Ja, Denk dat je dat dat bij sommige platforms wel zo is dat als je bepaalde inhoudelijke uh, informatie deelt die klopt, dat je daar dan een vergoeding voor krijgt? Nou, dat is helemaal niet zo gek eigenlijk. Want bijvoorbeeld uh, roddelbladen, zoals een weekend en een story, die betalen mensen wel gewoon echt grof geld voor foto's, voor foto's ja. of voor verhalen. Dus dat is helemaal niet zo gek. Voor verhalen ook. Ja, voor verhalen ook. Oké. Okay. Maar ja, ik zou dat niet zo heel. Uh, ik heb het tot nu toe niet echt nodig gehad omdat ik denk van ja, alles wat ik plaats, dat gaat wel goed. En ik heb om de zoveel tijd wel een scoop. Dus, dus... op het moment dat jij inhoudelijke informatie ontvangt van iemand die direct naast uh, de persoon staat waar het over gaat, dan neem je eigenlijk, ga je er gewoon vanuit dat die informatie klopt. En dan deel je het wel. Of moet je dan ook nog nagaan of die inhoud klopt? Wat je nou, hebt ik doe dan wel een beetje een soort van research. Want ik weet, zeg maar, ik heb meerdere personen bij één bekende Nederlander staan. En als ik dan iets hoor. En ik hoor het van die ook. En die ook. En van Jantje en Pietje die er ook bij staat, hoor ik het ook, heb ik wel een heel rond verhaal. Okay. Dus dan kan ik wel denken van oké, okay, dit klopt voor de 99,99%. ,99%. Ja, dus je gaat niet uit vanuit. Je gaat niet van één bron uit. Zeg maar. Nee, dat zou. Nee, nee. Ik heb ook tot nu toe, moet ik heel eerlijk zeggen, nog nooit iets gezegd wat niet klopt. Als ik zo even nadenk. Nee, en jij deelt het ook op een manier dat je zegt. ik heb gehoord dat. Ja, kijk, ik wil nou ook niet heel. Een heilige of een heilige Maria hier zijn. Dat ik denk van oké, okay, ik doe alles op een hele nette manier. Dat ook niet. Want soms zeg ik ook wel eens dingen dat ik denk, ja, dat zal inderdaad wel heel lullig overkomen voor iemand. Of ik heb ook wel een keer over Eddie Zoe gezegd dat hij rekening de Stars nooit had moeten presenteren. Omdat het echt gewoon verschrikkelijk dat hij het, dat het verschrikkelijk deed. Ja. Dat is natuurlijk niet leuk om te horen. Maar ik denk, ja, de, je moet wel gewoon je mening blijven kunnen geven, toch? Vind ik? Ja, en als je het dan terug. Uh, als het dan zeg maar. door... 80% van jouw volgers over jou zou gezegd worden. Wat zou je daar dan van vinden? Dus als iemand gewoon continu zegt: Nou, die faris, godverdomme, wat doet hij het slecht? Nou, ik lees wel eens dingen over mezelf, bijvoorbeeld bij, op de Mediacorant. Die zijn ook niet altijd heel positief over mij. Um, ja, ik kan daar moeilijk wat van vinden. Dat zou wel heel hypocriet zijn als ik dan opeens ga zeggen: van, Oh, dit vind ik. Uh, nou, misschien ik kan je het okay. niet uitspreken, maar het doet waarschijnlijk wel wat met je. Tuurlijk joh, tuurlijk. Je wordt er echt wel onzeker van. En je gaat echt aan jezelf twijfelen. En dat heb ik ook gehad. Dat ik dacht van, oh, doe ik het dan niet goed? Of ben ik niet leuk genoeg? Ben ik niet knap genoeg? Of ben ik niet grappig genoeg? Of, hè? of dat mensen zeiden van, joh, ben je nog wel een roddelkoning omdat je zo soft bent geworden? Ga je ook twijfelen aan, aan, je, aan die bepaalde status? Tuurlijk, je wordt er ook heel onzeker van. Dus ik snap ook echt wel dat heel veel mensen denken van, oh ja, wat ben je eigenlijk aan het doen? Ja. Want waarom hou je niet gewoon lekker met je eigen bezig? En ik snap ook wel dat heel veel mensen denken, al oh wat treurig. Ik vind het best wel toch wel bijzonder dat, dat ondanks dat je weet dat wat je doet schade aanricht bij een andere persoon. En je dat ook wel zeg maar, naar jezelf terug kan keren. Dat je denkt van, oh ja, eigenlijk zou ik het zelf ook niet zo leuk vinden als andere, maar andere mensen dat bij mij doen. Maar je gaat er wel mee door. Why? <laughs> ja, dat is een goede vraag. Nee, um, kijk, altijd als ik iets plaats ga ik altijd eerst nadenken. En dan denk ik, oké, okay, hoe kan ik dit het beste plaatsen... dat het een beetje grappig is. Leuk, mijn eigen mening. Maar dat het ook voor diegene, zeg maar voor die persoon... ook nog normaal is. Dat, dat diegene er niet echt heel veel schade aan heeft. Uh, lukt niet altijd. Want ja, als je hoort over de leeuwkleine... die zijn vriendin heeft geslagen... ja, dan kan je, kan je daar heel mooi verhaal van gaan maken. Maar dat blijft gewoon een lul op dat moment. Ja. Dus uh, daar kan je weinig aan veranderen. Zou je, als je ervoor zou kunnen kiezen... Zou je er dan mee stoppen? Nee. Want ik vind het alsnog echt heel leuk. Dit is zo raar Ja, dit is eigenlijk. super raar. Maar ik vind het nog steeds leuk om gewoon bijvoorbeeld bij Rumach... de Rod die ik samen met René doe... gewoon nog steeds te praten over bekende mensen. En laten we ook niet uh, vergeten dat heel veel mensen... het ook een extra kick geeft hè, dat we het over ze hebben. En dat ze in de media komen, in het nieuws komen, noem het maar op. Sommige mensen vinden het fantastisch. Want als we het niet over ze hebben... Dan zijn ze ook niet meer relevant. Dan denken ze, hè? Maar hoezo praat niemand over mij? Ja. Ik bedoel, aan Klein heeft net zijn album uitgebracht. Als niemand het over zijn album had gehad, dan had hij ook zoiets van ja, maar wat de fuck hé? Kijk, er zijn heel veel dingen gebeurd. Sommige mensen willen juist dat er over gepraat wordt. Want dat is goed voor uh, sales, voor marketing. PR noem het maar op. Dus heel veel mensen halen er echt, slaan er echt gewoon een slaatje uit. Ja, tuurlijk. En negatieve aandacht is ook aandacht. Ja. Daarom snap ik ook wel dat het ook voor jou en voor jullie eigenlijk als roddelkoning... Uh, en zulke soort platforms, lastig is om daar je grens in, in te vinden. Ja, ik denk als wij er niet waren als juice kanalen, waren er heel veel mensen niet zo relevant als dat ze nu zijn. En het klinkt heel gek. Echt heel gek. Maar bijvoorbeeld een Sarah van die was echt niet zo groot als dat ze nu was. Ja, dat klopt zeker. Ja. Ja. En heb je ook dingen gedeeld die je, waar je spijt van hebt, waarvan je echt denkt, nou, dit had ik gewoon echt niet moeten doen. Hmm. Niet per se zo, eigenlijk. Niet dat je zegt van nou, ik werd door sommige mensen echt huilend opgebeld. Ja, nou ja, ik ben ooit een keer huilend uh, opgebeld, inderdaad. Of althans, ze slijden in mijn DM met een huilende spraakmemo. Omdat ik had gezegd dat ze waarschijnlijk wel was vreemd gegaan met een um, bepaalde voetballer. En dat vond diegene niet zo leuk. En het was ook echt gebeurd? Nou, ik, nou ik, ik hoorde van anderen dat het gebeurd was. En toen dacht ik, nou, ik denk wel dat ze het heeft gedaan. En als ze het heeft gedaan. Goed gedaan, meid. Want uh, het gaat trouwens niet over jou. Oh, oh. Ja. <laughs> maar uh, het, ja, dat raakte me wel. Dat Ik dacht van ja, ik vind het echt kut dat zo'n meisje aan het jankies is op dat moment. Dat ja. vond ik uh, echt verschrikkelijk. Maar ja, aan de andere kant denk ik ja. Maar jij houdt het er niet vanaf? Um, nee, ik had eigenlijk wel mijn excuus aangeboden. <laughs> en een doos bonbons uh, gestuurd. Oh, ja, nou, <laughs> super, ja. je bent echt soft. Ja, heel soft. Maar dat zeg ik. Ik ben te gevoelig voor dit soort dingen. Dus ik vind het ook dat ik denk ja. Ik heb bepaalde grenzen en ik weet wat ik doe. Maar ja, soms denk ik ook, ja, sommige dingen horen er ook wel een klein beetje bij. Ja, ik, ja dat moeten heel veel mensen gelukkig begrijpen dat ook wel. Maar het vind, jij vindt het ook boeiend alsof een ander gaat, toch? Nou, ik, ik moet je heel eerlijk zeggen. Uh, in eerste instantie vond ik het ook hypocriet van mezelf. Ja, uh, ik, ik volgde jou en uh, ik volgde dan bijvoorbeeld ook een live af Yvonne. En totdat het over mij ging. Uh, vond ik sommige dingen die jullie deelden heel interessant. Ja. Bijvoorbeeld die recaps over programma's. Dat vond ik echt leuk om te zien, de manier hoe je het presenteerde. En soms kwam er informatie naar voren van, van, van privépersoonlijkheden, die, die ik ze ook heel heftig vond. Waardoor ik ook soms dacht: Oh, oe, dit kan je eigenlijk echt niet maken. Ja. Daar stond ik wel bij stil. Maar ja. ik heb niet op de unfollow button geklikt. Dus je, je blijft het interessant vinden op de ik, een of andere manier. Ik bleef het supporten. Ja. En daar heb ik eigenlijk helemaal niet bij stilgestaan totdat het bij mij gebeurde. En um, ik stond eigenlijk niet al niet achter de content die jullie delen, of het vakgebied wat jullie hebben gekozen. Daar sta ik eigenlijk niet achter. Dus daar stond ik niet achter. Maar ik was er niet heel erg van bewust dat je doordat je het volgt dat je het ook eigenlijk ja, ja support ja support ja. en op het moment dat het ja dus over mij ging dacht ik eigenlijk nou ik het is niet zozeer dat het heel veel met me deed en natuurlijk houdt het je bezig maar het houdt je op een gegeven moment zodanig veel bezig dat het me af ging leiden van mijn dagelijkse Leef, leven en, en bezigheden. En toen dacht ik: Oké, okay, ik moet me hier helemaal van gaan distancieren, want het is too much. Ja. En toen heb ik het ontvolgd. En niet zozeer omdat ik er heel verdrietig van werk, maar. Je aandacht gaat er te veel naar. Want het ging op een gegeven moment niet meer ook alleen over mij, maar ook over mijn, mijn ex-partner. Mm -hmm. En dat zorgt voor veel ruis. Je gaat daar thuis over praten. Je gaat daar met je vrienden over praten. Je echt overhand, ja. Je gaat, iedereen gaat tegen jou praten erover. En toen dacht ik: hé, luister, ik heb hier helemaal geen zin. Ik heb hier helemaal geen tijd voor. Bye bye. Zwaai, zwaai. Ja. Ik krijg de pestpokken. Ik wil helemaal ja. niks met jou te maken hebben. Ja, dat is ook je goed rechts. Ja, ja, maar, maar ik, ik, ik drukte toen ook: hè, ik had jou ontvolgd. En toevallig allebei de samen. De volgende dag. De volgende dag. Zo zie je. De volgende dag meeting. hadden wij een meeting. Ja. En ik, ik dacht die avond daarvoor: ik wil eigenlijk jouw pagina niet meer volgen. Maar het is ook best wel heel raar dat ik jou nu ga ontvolgen terwijl ik je morgenochtend ja. zie. Maar ik dacht, fuck it. Nee, ja, schat, gelijk heb je. Hem. Ik ontvolg. jij. Ja, je kwam gelijk naar me toe van. Yo, wow. Hè, heb ik iets verkeerds ja. gezegd of zo? Ik snap wat je doet. En ik, ik begrijp, ik begrijp alles. Maar ik wil er gewoon zelf. Ik heb niks privé tegen jou. Ik zei ook tegen nee, jou. Ja, dat weet ik ook. Als jij een persoonlijke privépagina zou hebben, zou ik hem echt dik supporten. Want je doet het leuk. Nee, en ik, ik denk er, ergens. Je maakt er ook wel echt vijanden mee. Nou, ben jij, uh, heb jij al een paar stappen terug gedaan en. Heb, kan jij af en toe nog relativeren wat wel en wat niet ja. kan? Sommige pagina's doen dat niet, hebben dikke scheid. Denk dat, je dat om... het ook gevaarlijk is? Ja, tuurlijk, joh. Ik uh, woon in Amsterdam en ik denk ook wel vanaf en toe als ik iemand tegenkom, uh, ga ik ook wel even de andere kant op. Ik denk echt wel dat mensen. Um, ik sprak heel toevallig vandaag iemand op de DM, waar ook heel veel over wordt gesproken. Die zegt: Nou, weet je, van, die juice kanalen, je doet hartstikke leuk. Maar echt, ik moet, ik moet echt niet weten waar die mensen wonen, want ik zoek ze allemaal één voor één op. Maar dat bedoel ik. En dat snap ik. En dat snap ik heel goed. Um, dus dat ik heel, heel veel dingen. De, kan ik ook niet delen puur vanwege mijn eigen veiligheid. Ik hoor ook wel eens dingen dat ik denk: van. oh. als ik dit niet deel. kom ik vanavond de boulevard? Dan ben ik, uh, sta ik bij shownieuws. Dan weet ik 100% dat dat heel groot overal wordt uitgelicht. Alleen dan weet ik ook dat ik binnenkort misschien een uh, pistool tegen mijn hart staan krijg. Of whatever dan ook. Dus daar heb ik gewoon geen zin in. Als. Een, een roddelkoekje. Kijk, jij bent nu best wel soft geworden, maar sommigen ja. zijn echt hard. En ik denk dat die gewoon echt op een dag ja de lul zijn en dan ga ik het ja. denk ik voorbij zien op jouw pagina, want jij gaat dat nieuws als eerste delen. <laughs> nou, ik denk ook soft. Ja, vind ik mezelf te soft geworden. Aan de ene kant, ja, vind ik het ook weer niet. Want nou, ik... soft is misschien niet het goede woord, ja. maar ik vind het uh, netjes. Ja, ik gewoon vind het op gewoon... Een normale manier. Ja. Ik bedoel, als je op nu.nl leest, lees je ook gewoon nieuwsartikelen of achterklap, lees je ook gewoon een showpagina. Ze hoeft niet altijd maar. Zo uh, grof te zijn of zo agres of een agressieve toon te hebben. Ja. Kijk, dan hoef ik hoef absoluut geen vrienden te worden. Ik zeg altijd: ik hoef absoluut oh, geen vrienden te worden met bekende mensen. Oh, met maar, maar ik hoef ook geen vijanden te maken. Nee, nee daar geef je, je gewoon gelijk ja. Ik zou zeggen: hou het zo. Ik vind het wel echt heel erg leuk de tijd is om. maar was gezellig. Ja, het was ging snel, hè? Ging zeker snel. Maar ik heb eigenlijk nog honderd vragen ja, voor je. Dat snap je. ik. Ik, ben, ik vind het een heel interessant onderwerp. Maar um, echt leuk om. Schat, volgende keer kom je om... bij mij. Ja, dan gaan we gewoon verder. Ja. Um, wil je iets zeggen over je podcast? Hoe heet het? Geroezemoes. Ik, uit... ik weet niet wanneer dit uitkomt. Ik weet niet wanneer uitkomt. Ik ken een feestje die zo heette. Oh echt? Wat geinig? Ja het heet ja. Geroezemoes. En het gaat dus echt over de psychische gevolgen van roddelen. Ja. Dus hoe is het om aan de schandpaal genageld te worden? Noem het maar op. Ja. Dus de eerste aflevering hebben we opgenomen. Heel erg leuk. En ik ben daar ook te gast, uh, gast binnenkort. Dus dan, heb, dan komt er een vervolg aan, uh, aan deze podcast. Ja, leuk. Nee, ik vond het gezellig, schat. Ik vond ja? het leuk. Okay, ik vind dat je het heel leuk doet. Meen ik oprecht. Nou, dankjewel. Ja. Ik vond je ook een hele gezellige gast. Dankjewel, schat. Ik heb nog een cadeautje voor jou. Nou, wat lief. Ja, komt-ie. Oh, god. <laughs> het staat niet klaar. Ja, wat niet is dit ja. nou? <laughs> ik denk, er komt iemand nu binnengelopen. Het <laughs> <Dat> zou <was> het zijn. We <laughs> hebben Oh, wat heerlijk. Is die? Oh, met je eigen gezicht erop. Met mijn eigen gezicht erop. Nou, ja, vind ik heel vet. Dankjewel dat jij te gast was bij Factor Social Talk. Life. Vind ik heel leuk. De rosé is oké. Okay. Ik zou zeggen genieten van dankjewel. Oké, okay. dankjewel schatje. Leuk dat je er was. Vond ik ook heel leuk. Nou, deze ga ik vanavond lekker opdrinken. Lekker. Heerlijk. Cheers. Dankjewel, you darling. I Leuk dat je hebt gekeken op YouTube. Mocht je mijn gezicht naar onderhand alweer zat zijn, kan je ook alleen maar luisteren. Want ik heb zo'n mooie zoele stem. Dat kan op Spotify of op een van je andere favoriete podcast apps. Hier kan je klikken om naar de vorige video te gaan. En hier kun je je abonneren, dat ga je gewoon doen. Ik zie jullie de volgende keer weer. Fuck op social life. Fuck social life, Dit is Janice, met de fuck top social life show.